We hebben nu veel meer een concept waar studeren en werken en elkaar ontmoeten centraal staat. Na 2,5 maand verbouwen is de bibliotheek in Hatert dan nu eindelijk af. Het hele interieur van de BIEB en het kantoor is op de schop genomen om meer aan de wensen van de wijk te voldoen. En we hebben een aantal jaren geleden een onderzoek gedaan in Nijmegen in de verschillende wijken. Van god, wat zou je nou moeten aanbieden in deze wijk om aan te sluiten bij die wensen. Twee jaar geleden hebben we de Muntweg verbouwd aan de andere kant van het Goffertpark. Daar hebben we echt een woonkamer voor de wijk van gemaakt. En dat beviel de wijk heel erg goed. We zien ook dat daar het bezoek heel erg is toegenomen. Dus vervolgens hebben we hier ook de vraag gesteld van god, hoe kunnen we nou de groepen die hier in Hatert naar de BIEB gaan het beste bedienen? En daar kwam dit concept uit. Het huiskamergevoel komt vooral door een andere inrichting van de bibliotheek. Veel meer woonkamer en de boeken een beetje tegen de muur en de mensen op de vloer. Dus we hebben een aantal aantrekkelijke plekken ingericht. Een grote studeer- of koffietafel. Een aantal werkplekken langs de muur waar studenten, ZZP'ers aan de slag kunnen. En de plek waar we nu zitten, meer huiskamerachtige stijl waar je kunt relaxen en elkaar ontmoeten. Ik denk dat we wel geslaagd zijn in het neerzetten van het huiskamerconcept. Omdat gewoon de look and feel is wat minder klinisch. Dus een ouderwetse bibliotheek tussen aanhalingstekens. Die is toch altijd wat wit en wat kantoorachtig. We hebben hier heel veel gewerkt met stoffen en kleuren. En daarmee voelt het al een stuk gezelliger als je gewoon binnenkomt. En daar hoort een goede kop koffie bij. Die kun je hier bij de ingang halen. En dan komt het een heel eind goed, denk ik. Hoogemans denkt dat de bibliotheek in de smaak valt, omdat er meer gebeurt dan alleen het uitlenen van boeken. Zeker in deze vestiging doen we heel veel als het gaat om cursussen op het gebied van digitale vaardigheden. Dus hoe kan ik omgaan met de e-overheid. We doen veel aan inclusie. Bijvoorbeeld door taalcafés die we hier organiseren, waar mensen kunnen oefenen met de Nederlandse taal. Die gaan gewoon door. Dat valt allemaal onder de essentiële dienstverlening van de bibliotheek, ook nu in coronatijd. En zodra we weer meer mogen, gaan we ook hier in Hatert culturele activiteiten organiseren, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij wat er in de wijk leeft en wat hier in de collectie te vinden is.